een orgel om stil van te worden. Zeker, ja. Dat is ook de bedoeling, hè, dat men er aan luistert. Ja. Dag Margreet, wij hebben elkaar net voor het eerst hand geschud. Ja. Maar jij bent de vrouw die deze mag bespelen, dit bijzondere orgel. Ik weet er helemaal niks van. Ik weet alleen dat die oud en heel mooi is en heel groot. Ja. Maar want jij bent de stadsorganist. Ja, ik ben stadsorganist. Ik ben ook organist van de nieuwe kerkgemeente, al sinds 2001. En ja, nou ja, dat is het eigenlijk. Ja, dat is al bijna een jubileum van 20 jaar, dus dat is... Ja, inderdaad, dat klopt, ja. Ja. Maar hoe oud is dit orgel? Ja, de kast die komt uit de 17e eeuw, uit 1693. Je ziet daar aan de zijkant een rooster. Zie je dat? Oh ja, dat grote witte bedoel. Nou, ik ken geen enkele kerk, geen enkele orgel waar het ook zo is. En in dat rooster heeft hij een ruimte gemaakt. Dat heeft hij helemaal uitgerekend, zeg maar, hoe groot die ruimte moest zijn. En daar heeft hij dus de pijpen van het pedaal gesitueerd. Nou, hier hebben we meteen een constructie. Wat is dit? Blaasbalg van het orgel, dus hier stroomt dus de lucht in, waar je vroeger orgeltrappers voor nodig had. Oh, daar komt hij zeg. Ja. Zeg, enorme blaasbalg dit. Ja, zeker. Is die ook maar van 1954 of? Ja, ja, ja. Maar er is dus een apparaat wat hier lucht in blaast, en dan kan jij vervolgens met je voeten besturen. Hoe werkt dat op? Was dat zo, hè? Dan had je natuurlijk geen elektriciteit. En, kijk, hier had je orgeltrappen, zeg maar. Dus die moesten dan volop trappen, zo. Hè. Er stond daar de hele tijd een man of een vrouw op? Ja, meerdere. Je hebt zelfs orgels bijvoorbeeld in Sint-Jan en Gouda. Nou, daar waren er misschien wel 9 of 10 orgeltrappers voor nodig. Echt waar? Ja. Eigenlijk zou je daar een soort samenwerking met een fitnesscentrum... dat zou prima kunnen, toch? Doe je wat voor de stad en doe je wat voor je lijf. Goed idee. Ja, dan moeten organisten zo hard mogelijk spelen, want hoe harder je speelt, hoe meer ze moeten trappen. Dan worden zij eigenlijk aangestuurd door het spelen. Ja, dat is wel heel leuk. Buiten gewoon, zeg. Ja. Ga jij maar even vol, want anders loop ik misschien ergens. Op hoeveel meter zitten we dan nu? Een meter of 8? Zoiets, denk ik. Zoiets. En het eerste wat mij dan opvalt is, jij zit uit het zicht en je zit met je rug eigenlijk naar de mensen toe. Ja, nou, ik heb hier dan wel een cameraatje wat dan aan kan. Ah, oké. Okay. En dan kan ik in elk geval wel wat zien. Ik heb daar ook een spiegel op. Oh. Ja. En jij hebt ook speciale schoenen, zei je net? Speciale orgelschoenen? Ja, zeker. Met een hak. Dat is handig, ja, als je zo als... Dat is makkelijk. Ja, dat is makkelijk. Dus heeft iedereen zijn eigen lievelingsschoenen voor een bepaalde... Ja, bepaalde. Inderdaad, ja. En het is, er is dus één digitale component als de camera. Voor de rest is dit helemaal analoog, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik word natuurlijk al van al die knopjes alweer helemaal tureleus. Dan denk ik, oh joh. Kijk, dit zijn de registers zoals het... Dit is natuurlijk een oud front, hè? Het is in 93. En dit zijn de registers die er dus vroeger in zaten. Maar, sorry dat ik dat niet... Maar wat bedoel je dan precies met een register in dit geval? Dit is een register, zeg maar. Hè? Dus, Zie je dat... Wat is de belangrijkste functie van een register? Het is de klank van... Het is een bepaald aantal pijpen. Hier staat roerfluit. Dat is een bepaalde klank. Ja, dus het trekt dat register, zoals het heet, open. En dan zijn er dus pijpen die boven in de front staan of daarachter, die hiermee corresponderen. Maar je hebt oneindige hoeveelheid klankkleuren bij wijze van spreken. Is dat net zoiets als wat je dat tegenwoordig op een synthesizer een knopje hebt van doe de Hawaii-toon of de... Zoiets. Doe de... Ja, ja, maar dan analoog. Ja, zeker. Maar pijpen gewoon. Hier heb je bijvoorbeeld een fluitregister. Weet je, nu klink je als... sorry dat ik altijd refereer aan popmuziek, maar ik moest nu gelijk denken aan de band Muse. Ken je die toevallig? Nee, helaas niet. Maar die beginnen altijd met dit soort... Een predikant had het ook wel eens over vogels. Toen dacht ik, nou, ik ga eens improviseren over vogels, dat kan. En toen heb ik daarna gehoord, nadat ik dat had gedaan van iemand, dat er heel veel mensen hun mobieltje pakten, omdat ze dachten dat dat afging. Maar dat kan heel goed over vogels. Hele hoge tonen. Nou ja.
Dit is de sifflet, zoals het heet. Dit is het kleinste pijpje van het orgel. Oh, dus dat is de toetsen die corresponderen met al die pijpjes? Ja, ja, ja. Ja. En dit is dan de langste pijp, van de prestand 16. Zo. Ja. Dus... Maar je hebt nog grotere orgels natuurlijk. Je hebt ook, dit is een orgel met 40 registers, zoals dat heet. Je hebt ook orgels van 80 registers, dat komt ook voor. En daar heb ik nog wel eens een 32 voet, dus die pijp is dan twee keer zo lang. Dan hoor je alleen maar een soort gebrom. Maar eigenlijk is het super geavanceerd, ondanks het feit dat het dan analoog is. Of, maar dat is toch buitengewoon knap om te maken, zoiets? Ja, enorm. Het is echt een ambacht, ja. En ja, ook zoiets van, wordt dit nou nog gemaakt? Zijn er nog orgelbouwers die dit soort... Ja. Het hele grote geheel, kijk, want dat is ook prachtig hierboven. Ja, fantastisch. Ja, en dat noem jij de kast, dus dat is eigenlijk... Dat, ja. Als je dat allemaal weg zou halen, dan doet het orgel het nog steeds, of niet? Als je losse pijp hebt, bedoel ik? Nou ja, kijk, je hebt het orgel zelf, dus waar de muziek uitkomt. Maar ja. Er zitten natuurlijk heel veel ornamenten en dat soort zaken omheen. Ja, ja. En ik als leek zie natuurlijk niet precies van hoe groot is het orgel zelf nu. Is dat, dat wat ik nu zie? Nee. Er zit heel veel pijpen achter. Ja. Heel veel pijpen. Kijk, dat is het front, zoals het heet. En daarachter zitten heel veel pijpen nog. Ja, want kan je daarbij bij die pijpen die hierna zitten? Die naast bij pedaal wel. Dat is gigantisch. Hoeveel zijn dat er wel niet? Er zijn er echt talloze. Maar dit is toch ook, als er nou eens iets is met zo'n pijpje, dan moet een monteur komen. Dat is ja, niet altijd. Maar ja. Het is gewoon ingewikkeld. Ja, het is heel ingewikkeld, maar ja. Mijn man en Albert, die is heel technisch, dus als er mankementen zijn, dan komt hij wel eens. Het is zelfs ook wel eens gebeurd tijdens de kerkdienst dat er iets was. Ja? Dus heb ik hem gebeld en hij, tijdens de kerkdienst, hierachter zit een luik, zeg maar. Dus dat hier, daar, dat kon hij dus open doen. En dan heeft hij zitten sleutelen. En speelde jij gewoon door? Nee, dat was tijdens de preek, zeg maar. Toen was hij, zat er iets in het orgel wat bleef hangen. Dus, niemand weet dat gewoon. Niemand hoort het ook bij. Ja, maar, even... maar hoor jij het nou bijvoorbeeld als een van die pijpen uit is gevallen, hoor jij dat als je hem niet als je speelt? Als er ook maar iets is qua ontstemming, dan hoor ik dat, vrees ja, ik. Ja, ja, toen hebben we wel een orgelbouw gehad die ging stemmen. En dan wilde hij graag dat ik het daarna zou keuren of hij het goed had gedaan. En toen maakte ik wel zo'n grapje. Zei ik, ja, maar dit en dat is niet helemaal goed. Dus dat hij helemaal zo spannend vond hij dat. Wel had gezegd tegen iemand anders die mag reed. Die hoort alles. Ja, maar ja, goed, dat maakt natuurlijk ook. Hey, maar ja. Hoe kan je dan met zo'n register dan zo'n pijpje beïnvloeden met zijn toon? Hier heb je een stemvork, zeg maar. Oh, dat kleine. En dat kun je met een latje, zeg maar, naar boven of naar beneden doen. Ah, zo. En daarmee verandert de klank. Hoe lang heb je dat dan moeten bestuderen, zodat jij dat allemaal uit je hoofd kan? Hoe lang moet je dit studeren voordat je überhaupt dit kan spelen? Dat je kan spelen, bedoel je? Ja, en dan heb ik nog niet eens over hoe je speelt, maar dat je het gewoon kan bespelen. Daar heb ik opleiding voor gedaan, hè, het conservatorium. Maar hoe lang duurt dat dan ongeveer? Hoe het tegenwoordig is, weet ik niet. Maar vroeger duurde dat denk ik een jaar of zes. Ik heb een concertdiploma opgehaald. Maar ja, echt, je moest kei en kuit werken eigenlijk nog natuurlijk. Hè. Je moet blijven studeren, het is gewoon een vorm van topsport. Ja, dat is goed. Ik speel dit stuk, dat heb ik zelf geschreven, Capriccio in Jazz. Dus dan hoor je het orgel op een andere manier, zeg maar. Dat speel ik heel vaak met concerten. En ik heb laatst ook trouwens tijdens een kerkdienst gespeeld. Tijdens de collecte. En dat vonden mensen geweldig. Geven ze dan ook meer? Wie weet, dat heb ik niet gevraagd. Nee. Thank you.
Speel je ook wel eens op die? Nou, dat orgel staat er eigenlijk nog maar net. Oh ja? Het is afkomstig uit de Hofpleinkerk. Ik ben heel blij dat het orgel hier nu staat, dat orgel, want dat kan ik ook gebruiken. Ja, als ik beneden een koor moet begeleiden of wat dan ook, dan moet ik daarna vaak naar boven rennen om het volgende hier te begeleiden. Dat hoeft dan niet meer, dan kan ik rustig beneden blijven. Ja, precies. Maar het orgel moet eerst acclimatiseren, het staat er nog maar kort. Voelt dit voor jou dan ook een beetje als je kantoor waar je naartoe gaat en zoals een ander naar zijn werk gaat? Of is dat toch anders? Ja, dat zou best wel eens kunnen. Dat is... gesampled orgel, dus het systeem heet houtwerk. Dus dat betekent dat je dan gewoon een aantal orgels, bestaande kerkorgels. Ja, die kun je dus kopen, zeg maar. Daar is elke pijp van opgenomen. Ja, dus bijvoorbeeld in Bergen op Zoom, waar je bent geweest, het orgel is ook gesampled. Dus van die Gertrudes Kerk. Dus elke pijp is daarvan opgenomen. En dat is dan in een sample set bij elkaar gevoegd. En dat kan dan in zo'n orgel geplaatst worden. Oh ja, kan u. Dat is dan het orgel, zeg maar. Dat is in de Görlitz. Daar geef ik over een paar maanden een concert. Maar dat is dus jij simuleert nu hier een... Exact de plank. Dus jij zit eigenlijk, ja, dat is al ideaal. Ja, dat is fantastisch. Even kijken. 1, 2, 3. Ja, dat is fantastisch. Even kijken hoor. Klinkt behoorlijk vol toch, hè? Dan speel ik toch eens niet zo hard natuurlijk. Maar ik vind het echt buitengewoon eigenlijk zo'n ding. Dat is fantastisch gewoon weg. Ja, ik dank je hartelijk voor je tijd. Ik vond het een hele leuke kennismaking. Mooi inkijkje. En ook het huis waar je woont is heel mooi. En, ik hoop ook nog wel eens een keer terug te komen bij je man. Want die is volgens mij minstens zo interessant als jij dat bent. Interessante familie zijn jullie. Dank je wel. Dank je wel.